Yo gasten, GameBosie, welkom bij een nieuwe Brawl Stars video. Vandaag gaan we weer een knakker upgraden naar rank level 9. En dat is heel nice, want dan kan je natuurlijk specials vrijspelen. Zoals ik al bij El Primo heb en ook bij Nita. Dat zijn twee echt ziek goede knakkers. En vandaag gaan we de volgende knakker upgraden, namelijk Poco. Ik vind Poco ook super chill. Ik heb hem alleen nog niet eens zo'n hele hoge rank. Weet je, ik heb bijvoorbeeld Nita en El Primo heb ik rank 10. Maar die heb ik ook gewoon al rank 20. Of ik moet het zeggen, kracht 10 en rank 20. Want dat is natuurlijk iets anders. En Poco heb ik dus veel lager. Maar die gaan we wel upgraden naar kracht level 9. En daarna heb ik 15 blauwe doosjes en 1 grote doos. En die gaan we allemaal openen. En met een beetje mazzel kunnen we één van die specials vrijspelen. Dat zou zo nice zijn als dat gaat lukken. En als jullie trouwens zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog. 2000 likes zou super awesome zijn als dat gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn andere mobiele game video's. Maar laten we maar 210 krachtpunten kopen. En er is eigenlijk alleen één probleempje. Ik heb veel minder krachtpunten nodig. Dus ik ben benieuwd wat er gebeurt met de krachtpunten die ik overhoud. Krijg ik die dan voor een andere knokker? Ik hoop het wel. Waar staat hij nu trouwens? Poco, die staat hier. Krachtpunten gaan naar Poco. Hou ik dan over? Of krijg ik dan coins erbij of zo? Ik ben benieuwd. Oké, we krijgen coins ervoor. Ja, munten. 246 coins krijgen we dus, omdat we zeg maar niet alles opmaken. Nou, dat is op zich ook wel chill meegenomen. Dikke prima. Goedkope aanbieding. Ik vind het alleen maar mooi. En dan gaan we nu even pakken hoe ik ben. Dan ben ik wel die 1250 coins kwijt. Maar ja, fuck it. Het is een super chille knokker. En dan gaan we kijken of we nu een van die specials vrij kunnen spelen. Dat zou toch geniaal zijn. Hij heeft een aanval. Vriendschappelijke knokkers. Dan raakt hij ze met gezondheid van 600 punten. Wojo, dat is wel ziek nice. Dus als jij in een attack bent en vet van vriendelijke knokkers lopen ook om jou heen, zeg maar teamgenoten, die zorg je ervoor dat ze de hele tijd gewoon 600 HP erbij krijgen. Poco super raakt nu ook vijanden en richt 800 schade aan. Oh, dat is ook super nice. Wojo, oké, deze twee zijn allebei heel nice. Allebei hebben ze voordelen. Vooral deze vind ik heel nice. Onmisbaar, die wil ik echt heel graag krijgen. Maar we gaan gewoon alle doosjes openen. We zien wel of we hem kunnen upgraden en of we een van die specials vrij kunnen spelen. Zou heel nice zijn. En als we een upgrade kunnen doen, ga ik dat ook zeer zeker doen. Maar als ik iets speciaals krijg, dan zien we hem weer. Want om alle 15 doosjes te laten zien, is een beetje onzin. Omdat waarschijnlijk in de meeste dozen niet iets heel speciaals zit. Ja, oh nice! Lol, ik drukte al verder, maar ik zag dat ik Leon kan upgraden. Nice, Leon naar level 8, dan gaan we dat gewoon doen. Dat betekent wel weer 800 coins. De coins gaan op deze manier wel hard op, maar Leon is gewoon een super chille knokker. Die moet je gewoon ook hoog level hebben, dus ik ben hier zeker blij mee. En trouwens, Spike, Dynamite, Piper, dat zijn ook allemaal knokkers die ik al bijna kan upgraden. Dus ik verwacht dat we nog wel 1 of 2 upgrades kunnen doen. Maar ja, die upgrades zijn chill, maar ik wil natuurlijk het liefst gewoon die super vrij spelen. En oké, Dynamite, die krijgen we nu ook weer. Maar ik zie jullie zo meteen weer als we weer of een upgrade kunnen doen, of we iets anders speciaal krijgen. Ja, weer een upgrade. Spike, die kunnen we ook nog upgraden. 2 legendarische knokkers die we dan ook nog even in 1 video kunnen upgraden. Dat is echt geniaal. Die heb ik dus allebei level 8. Dan moet ik ze nog 1 level upgraden. En dan kan de gun specials ook vrij spelen. Dus dat is wel echt heel chill. Nou, en dan was dit het laatste blauwe doosje. Nog niet de specials gekregen van Poco. Of in ieder geval zijn sterrenkracht. Dan hoop ik dat het in dit laatste doosje dan gaat gebeuren. Ik acht dat de kans heel klein is. Maar je weet het nooit. Sandy 20 keer. Oh, heb ik ook niet meer heel veel nodig voor een upgrade. Net zoals Bo. Ik echt de laatste tijd kan ik ziek wel upgrade doen. Maar we krijgen wel een... Oh, sterrenkracht bij de verkeerde. Oh, wat een mazzel weer. Weer een sterrenkracht. Maar dit is voor El Primo. En voor El Primo had ik er al één. Maar dat betekent dat ik nu beide sterrenkrachten voor El Primo heb. Wojo, dat is wel echt heel nice. Deze had ik, maar deze hebben we dus nu gekregen. Als El Primo zijn super gebruikt, krijgt hij 4 seconden lang een snelheidsboost van 28%. Oké, die ga ik dan even proberen. Dan gaan we ook zo even een potje spelen met El Primo. Gaan we gewoon kijken hoe het speelt. Maar eerst wil ik wel even 1 potje met Poco spelen. En trouwens natuurlijk nog even Spike upgraden. Want die kunnen ook nog upgraden. Nice, dus dan heb ik Spike geupgraden, Leon geupgraden. Ik heb Poco geupgraden. Het is echt een zieke video. En nog weer een sterrenkracht vrij gespeeld. Alleen voor El Primo. Dan heb ik voor Nita en El Primo heb ik gewoon allebei maximaal. Hoe ziekbaas is dat? Oh, ik ga zo lekker de laatste tijd. Het is echt niet normaal. Ik heb alles kracht level 5+. Dat is wel echt heel nice. Maar ja, die BB, 8-bit, de tik, die gaat vanzelf ook wel nog meer omhoog. Gewoon blijf spelen en dan komt het wel goed. Maar laten we eerst maar even een potje spelen met Poco. Solo Showdown is niet zijn beste game mode. Maar we doen het gewoon even eentje. En daarna gaan we met El Primo spelen. En dan ga ik zijn nieuwe stairs super gebruiken. En dan gaan we even kijken
of we daar een victory mee kunnen halen. Maar die moet wel super chill zijn. Ik denk dat dat echt de beste specials die hij kan hebben bijna. Maar Poco, in principe vind ik hem niet eens zo heel vervelend in solo showdown. Weet je, met zijn special haal... Nee, niet zijn special. Met gewone hits. Je hit zoveel tegenstanders altijd. Dit is gewoon makkelijk om tegenstanders te raken. Plus je kan jezelf zo makkelijk healen. Midden in een gevecht als iemand dan Poco raakt. En dan je kan jezelf in één keer gewoon weer vol levens krijgen. Ik moet nu trouwens wel even uitkijken. Oh shit, ik wou er achterlangs. Oh, dan moet ik hier even uitkijken. Yes. Nou, dat komt wel goed. Dit komt wel goed. Oeh, trouwens, ik zeg wel dat het goed komt, maar ik hoop dat het goed komt. Kijk, daarom is Poco wel chill. Kijk eens hoeveel damage ik in één keer bij hem deed. Ik moet nu trouwens wel uitkijken. Maar als ik mijn special heb, kan ik eventueel weer tevoorschijn komen. Kijk, nu. Bam, bam, bam. Hoppatee. Ik zei toch, Poco is best wel chill. Dan zijn er nu nog 8 knokkers. Oh, daar is Rico. Die kunnen we killen. Oh! Zat hier nou ook iemand? Want Rico was op iemand aan het schieten. We kunnen kijken of we die Daryl misschien kunnen killen. Zou baas zijn. Nou, daar moet wel een beetje voor uitkijken. Daryl is natuurlijk wel een knokker die in één keer bam naar je toe kan gaan. Maar er zijn nog 4 knokkers over. Het zou zo geniaal zijn als ik hier gewoon een victory kan halen. Daar is een spike. Ja, nee. Dat is trouwens geen spike. Dat was een crawl. Maar dat maakt niet uit. Ik herstel me. Af en toe dan zeg ik in één keer de verkeerde naam. Oh, maar nu kan ik hem killen. Oh, dan moet ik niet te ver omlopen. Maar uiteindelijk komt het goed. En dat betekent dat ik weer 2 krachtpunten heb. En ik heb een special. En er zijn nog maar 3 knokkers over. Ik moet wel uitkijken voor die Daryl alsnog. Ook al heb ik veel krachtpunten. Die blijft gewoon gevaarlijk. Maar ik ben benieuwd waar die andere knokker is. Ik zag dat Daryl daar wat deed. Oh, daar, El Primo. Nee. Oké, ik doe nu mijn special. Oké, kom op. Nee. Ah, no. Oh, ik was zo dicht bij een victory. Gewoon met Poco, bijna victory. Dat vind ik best wel geniaal. Jammer dat die El Primo dan net mij tegenkwam in de bosjes. Maar maakt niet uit. We hebben het op zich prima gespeeld. Maar dan gaan we nu even met El Primo spelen. Met zijn nieuwe super. De sterkkracht moet ik eigenlijk zeggen. Ik zeg gewoon super. Vind ik leuker. Maar let's go. Gaan we even kijken of we nu wel een victory kunnen halen. En met El Primo ga ik wel meteen gewoon naar het midden. Want daar heb ik gewoon veel bosjes. En dat is gewoon hartstikke chill. Wojo, daar is zo'n boom met zo'n zieke skin. Dat zijn zulke lijpe skins, jongen. Die wil ik ook een keer krijgen. Maar ik weet niet of die 10.000 van die punten kost of 50.000. Maar maakt ook niet heel veel uit. In beide gevallen zijn het gewoon hele nice skins. Ik moet nu wel even uitkijken. Ik ga wel even hier weg. Daar is ook nog... Ik ga hier even achter. Dit is wel een beetje irritant. Zit hij hier in de bosjes? Ja, daar zit hij in de bosjes. Ah, nee! Dit is echt wel kamp. Ik werd gewoon helemaal gepoest in de crop. Wat irritant was, maar dan loop ik ook nog tegen sociale. Ja, oké, mijn 9e. Nee, mijn 6. Dit is niet wat ik wil hebben. Oké, ik wil iets beter spelen dan dit. Ik wil sowieso eigenlijk top 3 eindigen. En ik wil de min 6 die ik nu heb verloren weer terugverdienen. Want dat is gewoon fucked up. Je wil niet min 6 punten krijgen. Maar ik speel nu natuurlijk wel tegen allemaal best wel goede Brawl Stars spelers. Want iedereen heeft 500 plus trofeeën met de knokkers waarmee ze nu spelen. En iedereen heeft ze ook wel krachtlevel 9 of 10. Even uitkijken voor die Dynamite. Even deze openen. En dan hoop ik dat ik deze 2 kan openen. Oeh, daar is ook nog een Piper. Ah, nee. Ga weg. Ah, waarom lekt dit spel zo? Dom spel. Ik wil niet dat het zo lekt. Oké, maar dan gaan we even hierheen. Daar heb ik er iets minder last van, hoop ik. Gaan we deze even openen. En dan laat ik die Leon en Dynamite daar mooi op gang gaan. Dat is zo frustrerend af en toe als het spel zo lekt. Maar er zijn nog 7 knokkers over. We hebben 3 krachtpunten en ik word echt van alle kanten gepusht. Maar ik overleef het nog redelijk. Wat gaan we doen? Ik wacht heel eventjes tot ik mijn levens bij heb. En dan kunnen we misschien met Daryl het duel aan. Ik weet niet of dat slim is. Ja, geen idee. Maar ik ben ook sterk, weet je. Maar ik wil mijn special inzetten. Want daar heb ik echt wat aan. Die Daryl. Wat gaat hij doen? We zijn nu gewoon van plek gewisseld. Dat is het enige wat we hebben gedaan. Ik wil eigenlijk even een paar hits doen. Nou, dat is niet gelukt op deze manier. Man. Hoe gaan we dit in vredesnaam doen? Help! Oké, nou, het scheelt dat die Daryl in ieder geval weg is. Dan moet ik alleen in rekening houden met die 8-bit. Maar die is natuurlijk ook wel sterk. En die is op dit moment daar ook geboekt. Maar we kunnen eventjes af en toe een paar hits doen om de hoek. Dan probeer ik die op die manier mijn special te krijgen. Kijken of dat gaat lukken. Maar dan moet hij natuurlijk wel dichtbij komen. En ik zal ondertussen proberen zijn special kapot te maken ook. Maar al zometeen moet ik tevoorschijn komen. En het duel ga ik niet met hem winnen als hij zijn special heeft. Oké, nice. Maar hij kan nu alweer zijn special inzetten. Maar hij gaat gelukkig weg.
Dat scheelt weer. Ik ga even hier in de bosjes. Oh, maar daar is hij alweer, daar is hij alweer. Man, oh man, oh man. Oh, en daar zijn de andere twee knokkers. Oké, daar is eentje dood. Dus dat is chill. Dan hebben we in ieder geval 5 krachtmensen. We zijn er met z'n drie over. Dit is echt het fucked up padje ooit. Ik heb echt geen schrijvenkans op de toe, maar die Leon zit hier ergens. Oh, daar zit hij. Ga even kijken of ik nu een kill kan maken. Die Leon, die moet ik nu killen. Nice. En victory. Wie had dat gedacht dat ik tijdens dit potje victory zou halen? Ik heb een hele special niet eens kunnen inzetten. Maar alsnog win ik gewoon. Oh, dat is wel echt heel geniaal. Kunnen we nu trouwens nog een doosje openen? Of heb ik daar nu nog te weinig? Nee, daar heb ik nog veel te weinig punten voor. Maar ik zal even een potje snel spelen voor mezelf. En dan probeer ik mijn special te krijgen. En als ik mijn special kan inzetten, dan zien jullie mij. Want we willen natuurlijk wel mijn nieuwe special zien. Die ik nu heb gekregen. Dat hij die boost krijgt. Die snelheid boost. Dus ik zie jullie weer als we die kunnen inzetten. Oké, misschien dat ik nu mijn special in kan zetten. Zou mooi zijn. Kom op, nog 1 hit. Oh, oké. Ik heb mijn special wel, dus ik kan hem zo meteen inzetten. Ik ga hem nu zo meteen inzetten op diegene die daar zo is. Oké, die heeft nu 3 krachtpunten. Zal ik dat nu doen? Ik zet hem gewoon in. Boom! Oké, nou, ik heb inderdaad die boost. Oh, wat is die boost overpowered, jongen? Ik kan hier al weer mijn special in zetten. En dan heb ik dus weer gewoon een boost. Kijk of ik hem nu kan killen. Kom op. Ah, shit. Oké. Ik was veel te enthousiast. Ik was echt veel te enthousiast. Oh, dat was echt een beetje dom. We zijn uiteindelijk hier geworden. Maakt niet uit, maakt niet uit. Maar wat is die special overpowered? Want doordat je die special inzet, ben je dus in één keer veel sneller. Dat is chillen. Als die special die ik eerst had, vind ik zelf. Dan doe je nog schade. Maar op deze manier kan je iemand veel beter killen dan, op deze, dan bij die andere sterrenkracht. Dus ik hou deze mooi geactiveerd. Zeker zieke kracht. Dus ik ben er erg blij mee. Ook al ging het net niet heel lekker. Maar dan bedank jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet meer een duimpje omhoog achter te laten. Als je dat op de een of andere manier nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later buiten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen. En waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!